Afdelingshoofden en personeel van het ministerie van Justitie en Politie worden getraind in genderaangelegenheden. De training is een samenwerking van het bureau genderaangelegenheden, BGA, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het bureau Vrouwen- en Kinderbeleid van het ministerie van Justitie en Politie. Het ministerie van Justitie en Politie is de plek waar men bezig is met het maken van wetten en regelgeving. En het is daarom belangrijk dat gender wordt geïncorporeerd in het werk van dit ministerie, zegt BGA-trainer Melissa Deel. Het personeel op het hoofdkantoor van BISA beet de spits af. Er wordt onder andere duidelijk gemaakt wat gender, gendergelijkheid en gelijkwaardigheid inhouden. Verder wordt met de deelnemers ook de list of issues voor het CEDAW-dialoog behandeld. CEDAW is de VN-conventie die zich richt op het uitbannen van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen. De ministeries van Sport en Jeugdzaken, Volksgezondheid en Defensie hebben de training reeds gevolgd.